Toppers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim & Com podcast vanuit de auto. En dit keer is het heel erg met het geluid en ik excuseer me sowieso nu al. Ik heb namelijk twee tegels op de achterbank liggen, of twee tegels in de achterbak liggen. Twee badkamertegels die ik afgelopen weekend mee heb genomen en ik kon ze niet eruit halen, want ze te zwaar voor mij zijn. Nou, zijn vriend had het nog niet gedaan, dus ik heb twee tegels in mijn achterbak liggen die lekker trillen. Dus dat is het geluid wat je de hele tijd hoort. Ik ben op dit moment onderweg naar een meeting in Eindhoven voor een hele toffe samenwerking waar ik niets over mag vertellen. Vind ik altijd heel irritant als dat het geval is. Maar ja, helaas, mag nu niet. Over een tijdje. En dat is oké. Het is oké. Maar in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. En vandaag wil ik even een rant gaan houden over iets waar ik zo vaak een bericht over krijg. Je hoort hem al, hè? Ik haal helemaal aan. En dat is namelijk de zin. Kim, ik zou zo graag in mezelf willen investeren. En op het moment dat ik het bericht krijg, gaat het altijd over: Kim, ik zou zo graag door jou gecoacht willen worden. Hè, ik wil zo graag iets bij jou volgen. Een online training of nu voor het Dutch Retreat wat eraan zit te komen, krijg ik heel veel reacties ook van: Kim, ik wil zo graag mee. Maar mijn partner en ik hebben geen spaargeld, was het letterlijke bericht. Maar ik heb geen spaargeld, hè? Maak er iets van. Dus het gaat niet. Maar hè, ik verdien te weinig. Maar ik, ja, maak het zinnetje maar af. Maar komt erop neer, ik heb te weinig geld. Dus ik wil iets en ik heb te weinig geld. Oké, daar gaan we, hè. Ga even zitten, hou jezelf vast. Want als ik helemaal aanga, dan hou ik ook niet meer op. En je weet het, dan kan het flink vurig zijn, een bitchy. En als je daar niet van houdt, moet je hem nu uitzetten. Oké, let's go. Op het moment dat jij voelt dat je te weinig geld hebt, dan moet je daar iets aan doen. En dan kun je gaan kijken naar: oké, komt er te weinig binnen of gaat er misschien te veel uit? Of is het misschien allebei? Zo simpel is het. Komt er te weinig binnen, gaat er te veel uit of is het allebei? That's it. Op het moment dat jij vindt dat je wel oké verdient, maar je houdt toch niks over elke maand, betekent dat dat je boven je stand leeft. En persoonlijk, ik vind dat heel dom. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dat is mijn mening. Dat is niet wat jouw waarheid moet worden, maar ik vind dat heel dom. En ik ben hier extra door aangegaan, doordat ik, zoals je weet, misschien heel vaak luister naar de podcast van Gary Vaynerchuk. En hij praat daar ook heel veel over. Dat hij zegt van: in het begin verdiende ik 40.000, 15.000 euro per jaar. Toen hij voor zichzelf begon, of toen hij ook nog voor zijn vader werkte, was het ook nog veel lager. En toen zegt hij: ik kocht gewoon geen fuck. Ik leefde, zeg maar, ver daaronder. Waardoor ik zelfs toen ik dat verdiende, en dat ging dan ook over, nou ja, veel minder dan dat bedrag wat ik net noemde, dat ik kon sparen, of dat ik iets had om in mijn bedrijf te investeren. Wat je dan ook maar met het geld wil doen, wat je overhoudt. En ik, alles wat hij zegt, denk ik alleen maar: ja, amen, amen. Want dat had ik ook. En ik ben mijn praktijk begonnen, mijn bedrijf begonnen 10 jaar geleden met 0,0. Met de laatste 1000 euro die ik had. Ik had net een auto gekocht voor 4.500 euro. Dat weet ik nog. En toen had ik nog 1000 euro over. En toen heb ik toen een weegschaal van gekocht die ik in mijn praktijkruimte wilde hebben. Want ik voelde, ik wil iets hebben wat nog extra maakt. Wat mensen niet thuis hebben. En hier wel wat extra drive is om naar de praktijk te komen en mijn coaching af te nemen. En toen was het op. Er was niks. En ik had wel, ik zorgde dat ik een baan had. Hè. Ik was niet enkel ondernemer. Nee, ik gaf daarnaast nog tennisles. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. 20, 23 uur per week. Daar kwamen inkomsten uit. Ik woonde op mezelf. Ik betaalde huur. Maar ik verdiende zo weinig dat ik huurtoeslag kreeg. Ik weet niet meer exact wat mijn kosten waren. Maar ik weet wel dat ik ongeveer per maand rond de 1000 euro binnenkreeg. En dat ik denk ik op 500 euro van 500 euro leefde. Ongeveer 500, 600 euro leefde. En dus met 1000 euro per maand kon ik sparen. Als ik had gewild, had ik meer kunnen verdienen. Maar ik wilde die tijd hebben. Dus ik wilde 20, 23 uur per week werken. Want daarnaast wilde ik tijd hebben om een bedrijf op te bouwen. Dus dat was mijn persoonlijke keuze. Had ik meer geld gewild, had ik meer moeten gaan werken. Was ook oké geweest. Heb ik toen niet voor gekozen. Omdat ik prima kon rondkomen en kon sparen op deze manier. En dat heb ik ook wel vaker gedeeld. Ik heb een hele lange tijd letterlijk elke week op 15 euro boodschappen geleefd. 15 euro. En ben je dan zielig? Ben je dan arm? Nee, dat was een keuze. En ik was daar helemaal oké mee.
En nu zelfs, tot op de dag van vandaag, en wij kopen nu echt wel veel luxe producten die helemaal niet nodig zijn, zitten zijn vrienden en ik samen voor ons gezin tussen de 50 en de 70 euro boodschappen per week. En als we 70 hebben, nou, dan hebben we allemaal zoals Gary het zou zeggen, stop buying dumb shit. Want dan hebben we allemaal dingen gekocht die we eigenlijk niet nodig hebben. Allemaal extraatjes qua levensmiddelen, wat helemaal niet hoeft. En ik zie dat om me heen. Ik heb wel eens vaker gesprekken met mensen, met ondernemers, over bijvoorbeeld al een wekelijkse budget van boodschappen. Of wat ze uitgeven aan boodschappen. En dan hoor ik vaak, zeg maar, 100 euro per maand. 120, zelfs 150 euro per maand. Dan denk ik echt, what? What the fuck? Waar geef je dat dan uit? En ik zeg niet dat dat niet... Natuurlijk, ik weet waar je dat dan uit kan geven. Maar dan koop je echt allemaal dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Ik vind het echt heel heftig ook om te zeggen. Maar dit is echt mijn waarheid. Ik geloof er echt in dat superveel gezinnen, superveel, nou als je alleen bent ook, dat je zoveel per week al kunt besparen op boodschappen. Wat nou als je 50 euro per week op boodschappen zou kunnen besparen? Je geeft nu 100 uit en je zou naar 50 gaan. 50 euro per week is 200 euro per maand besparen alleen al op boodschappen. Holy shit, weet je al hoeveel dat is? Stel dat eens uit op jaarbasis, dan heb ik het alleen over boodschappen. Laat staan andere dingen, kleding, schoenen, tassen, boeken, ik weet het niet, wat allemaal. En ook daar weer, ik luister naar een interview waarin een jongen zei tegen Gary Vaynerchuk, nee, ik koop helemaal niks, zegt hij, ik koop alleen boeken. Dan stop buying books, zegt hij. Ja, maar die zijn voor een persoonlijke ontwikkeling. Ja, zegt hij. En het internet staat er vol van. Je hebt die boeken niet nodig. Die kun je ook gratis krijgen. Die kun je ook jatten van het internet. Dan zegt hij, ben ik daar een voorstander van? Nee, maar als het nodig is, dan doe je dat. Je hoeft die boeken niet te hebben. Het internet staat vol met gratis shit en gratis inspiratie en ook gratis boeken. En toen dacht ik, ja, hij heeft weer gelijk. Hij heeft gewoon weer gelijk. En ook in die periode dat ik gewoon de start had van mijn bedrijf. En gewoon wist van ja, ik wil even goed sparen. Ik wil kunnen investeren. Ik wil gaan opbouwen. Toen leefde ik en op heel weinig boodschappen. Ik ging niet op vakantie. Ik kocht geen nieuwe kleren. Geen schoenen. Geen dingen. Ik ging niet op stap. Ik gaf gewoon niet uit eten. Ik gaf gewoon nergens geld aan uit. En dan denk je misschien, oh wat erg. Zou ik niet willen leven. Oh wat zielig. Nee, dat was niet zielig. Dat was een keuze. En ik had geleerd om vet goed op die manier met geld om te gaan. Doordat mijn ouders gescheiden zijn. En wij het financieel gewoon ja, best wel uitdagend hebben gehad. Ik wil het woord moeilijk ook gewoon niet in mijn mond nemen. Als ik nu terugkijk denk ik nee, we hadden het gewoon prima. Alleen dan moest heel erg goed op geld worden gelet. En mijn moeder was daar super goed in. En toen ik tiener was, toen kon ik haar wat doen en voelde ik me zielig. En vond ik me minder ten opzichte van alle andere kinderen. Ik heb ook mijn volledige studie zelf moeten betalen. Universiteit, alles. Dus ik was boos en gefrustreerd en ik was jaloers. En nu achteraf denk ik, wauw, je hebt me zoveel geleerd, mam. Die scheiding heeft me zoveel geleerd. Deze opvoeding heeft me zoveel gebracht. Ik ben zo fucking goed met geld. Ik heb nog steeds mijn allereerste auto die ik voor 4.500 euro heb gekocht in 2011. Daar rij ik al 10 jaar op. Zijn vriend hetzelfde. Nou, die heeft misschien zijn tweede auto, maar die had ook een veel goedkoper auto. Ik had ook best wel een goeie. En wij hebben een gezamenlijke rekening waar we alles van betalen. Inclusief hypotheek, boodschappen, alles. En wij doen 500 euro per maand elke maand in die gezamenlijke rekening storten. Dus wij leven samen van 1000 euro per maand en daar betalen we alles van. Behalve als een van ons kleding wil, betalen we dat zelf. Of dure make-up of wat dan ook. Of dure dagcrème, whatever. Maar voor de rest, de spullen van Julian gaan allemaal van die gezamenlijke rekening. Ons huis staat vol met spullen van Marktplaats. Alles op Julians kleding, Julians kamer, Marktplaats. Bijna al zijn kleding, tweedehands. Ik had laatst in de uitverkoop bij de Zara. Dat was de eerste keer dat ik wat nieuwe dingen had gekocht. En ik zeg het niet dat je denkt van, oh ik moet zo leven, helemaal niet. Maar echt om dingen in perspectief te plaatsen. Ik wil eens met je delen hoe wij dingen aanpakken. Want ik krijg die vraag of ik heb geen spaargeld. Hoe kan het dat je geen spaargeld hebt? Hoe kan het dat je niet maandelijks honderden euro tot duizenden euro's kan sparen? Dan klopt er iets niet. En er zit zoveel kracht in anders met je geld omgaan. Want omdat je meer spaart, ik hoor ik ook heel vaak, ik wil graag op mezelf gaan wonen of ik wil graag een huis kopen, maar ik ben pas net ondernemer. Op het moment dat jij heel veel spaargeld hebt, heel veel eigen geld hebt en je stopt dat in een huis, krijg je ook veel sneller een huis. Wij hebben nu ons huis kunnen afbetalen. Ben ik 35, heb een huis van 6,5 ton gekocht, of 6,25, en we hebben het volledig afbetaald. En dit is niet om een schouderklopje te krijgen, daar gaat het helemaal niet om, maar ik... Oh,
ik wil gewoon dat je anders ligt denken, omdat ik weet dat het je zoveel brengt. En als ik dan luister naar Gary Vaynerchuk, die multi-multi-multi-miljonair is en die nog steeds geen fuck geeft om spullen en waarbij het ook gaat om impact. En dan zeg ik ook niet, daarvoor moet je doen. Je mag geen luxe dingen willen. Dat is allemaal niet wat ik zeg. Maar het is wel zo, als jij iets wil bereiken in je leven en je wil in jezelf investeren en je vindt dat belangrijk of je hebt een bepaald doel, dan stop buying dumb shit. Je koopt nu 100% zeker veel te veel wat je niet nodig hebt. En hoe doe je dat met heel weinig geld boodschappen doen? Door alleen maar dingen te kopen die in de aanbieding zijn of van het huismerk zijn. Dan ga je gewoon anders boodschappen doen. Je gaat anders winkelen. Je gaat kleding kopen als je die al koopt in de uitverkoop. Nu zelf, we zitten een vakantie te boeken. We wilden eerst een week naar Frankrijk gaan. Nu vanochtend hebben we toch gekozen om in Nederland te gaan. Zijn vriendin heeft een week geboekt op een superleuke staakerf. En in Frankrijk voor €450. We gaan met z'n drietjes op vakantie voor €450 en een autoreis. Klopt. En nu hebben we vanochtend een duurder huisje geboekt. Volgens mij is die in Nederland €728, maar het is hoogseizoen. Nou, zo'n dure vakantie hebben we normaal nooit. En dat is ook nu met twee personen, dat is voor een huisje. Maar ook dit weer een perspectief plaatsen. Ik weet dat we toen een week naar Griekenland zijn geweest, was ook zo tof. En dat we hadden uitgerekend achteraf, want zijn vriend had het heel leuk om te doen, wat we in totaal hadden uitgegeven met vlucht, met overnachtingen en met alle uitjes en al het eten erbij. En dat was €407 per persoon. Met alles op en op en eraan. En we hebben een vet leuke vakantie gehad. Ik deel dit gewoon met je omdat ik het gewoon niet begrijp hoe je gewoon geen geld over kan houden. Waar een wil is een weg. En daar geloof ik echt 100% in. Dus hou op met die bullshit. Ik heb geen geld. Je hebt wel geld. Je gaat alleen niet goed met je geld om. Echt, laat dat eens binnenkomen. En ik hoop zo, hè, dat zeg ik altijd, maar dat hoop ik ook nu weer, dat één iemand dan het liefst meer dit hoort. En dat hij gewoon eens alles of zijn uitgaven onder de loep gaat nemen. En dat je anders gaat leven. En ook dat was zo'n vraag naar Gary Vaynerchuk. Ja, maar ik heb zoveel huur per maand. Ik heb zoveel hypotheek. Dan heb je een veel te duur huis. Dan heb je een veel te duur huis. Dan heb je iets gekocht wat je niet kunt betalen. Ja, zegt hij, maar dan heb je mist de humility om de nederigheid om je huis te verkopen en om kleiner te gaan wonen. Mensen missen die nederigheid. Het gaat alleen maar om trots en om status en om gemak. Daar gaat het niet om. Als jij een doel hebt in je leven en daar is geld voor nodig, dan zul je andere dingen moeten opofferen. En dat is slim omgaan met je geld en jezelf niet zielig vinden. En daar zit zoveel kracht in. En nogmaals, niks is goed of fout. Hè? Ik wil alleen dat je dingen in perspectief gaat plaatsen en dat je het op een andere manier leert zien. Want dit gaat je zoveel brengen. Hou op met allemaal merkdingen kopen, met kledingdingen, met make-up, met schoenen, met tassen. Ik bedoel, je hebt maar één tas nodig. Ik loop al jaren met dezelfde tas. Ik heb maar een paar schoenen. Het is allemaal niet nodig. Het is allemaal niet nodig. Als je de luxe hebt en je hebt het geld en je vindt het fantastisch, alsjeblieft gun het jezelf. Ik bedoel, wie ben ik om daar iets van te vinden? Maar op het moment dat je iets wilt en je hebt er geld voor nodig en je voelt nu, ik heb het geld niet. En je wil niet meer gaan werken of op een andere manier meer inkomsten vergaren, dan is de weg anders met je geld omgaan. Alles onder de loep gaan nemen. En dan niet een verbouwing doen aan je huis. Terwijl je dat nu eigenlijk het geld niet kan missen. Niet een nieuwe badkamer kopen. Niet een nieuwe keuken kopen. Als je het geld hard nodig hebt, continu. Als je het niet hebt, kun je het ook niet uitgeven. Hou op met die onzin. Zorg dat je het eerst hebt. Kies dan verstandig. Waar wil ik dit aan uitgeven? Wat gaat mij de meeste joy opleveren op de lange termijn? Wat wil ik echt? En daarin is ieder persoon anders. En of dat nou iets materieels is, of het is voor persoonlijke groei, of voor coaching, of investeren in jezelf. Alles is goed. Ook hier geen goede fout. Maar nogmaals, als jij iets wil, is er een weg. Het is alleen anders kijken, anders voelen, anders besluiten, anders handelen dan dat je nu doet. Zonder jezelf zielig te vinden. Want je bent niet zielig. Je hebt een doel. En daarvoor doe je bepaalde dingen. Ik heb mezelf nooit zielig gevonden. Tot op de dag van vandaag vind ik mezelf niet zielig. Dat ik in deze auto rij en dat wij van €500 per maand per persoon alles kunnen betalen. En wat denk je dan? Als je allebei uiteindelijk opbouwt naar een goed salaris. Een vriendin heeft een goed salaris. Nou, mijn bedrijf doet het heel goed. Dan kun je dus fucking veel sparen en heb je binnen no time je huis gewoon compleet afbetaald. En dat voelt voor ons, want dat wilden wij als doel, dan voel je je compleet vrij. Wij kunnen doen en laten wat we willen.
zijn vriend zou kunnen stoppen met werken, bij wijze van spreken. Wil hij nu nog niet, want we hebben ook bepaalde doelen ook. We willen misschien bepaalde dingen investeren. En ik probeer gewoon heel breed te kijken. En dat gaat er allemaal van komen, nog verder denken dan dat. Maar dit was gewoon de eerste stap die we wilden zetten. Financieel, huis afbetalen en then what's next. Nou, nu hebben we nog een verbouwing, die moet ook bekostigd worden. Dus daar zijn we nu voor bezig. En dan ga je verder. En ik wil continu ook kunnen blijven investeren in mijn bedrijf. Dus ik zorg ook dat dat in verhouding is. Ook dat zie ik heel erg bij ondernemers. Dat ze bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, hè, 15.000 euro omzet en 30.000 euro kosten. Is niks mis mee. Maar ik vind dat geen financieel gezond bedrijf. Maar dat is ook weer mijn mening. Er zijn heel veel mensen, heel veel coaches ook, die daar anders over denken. Ik heb geleerd, en dit is mijn waarheid geworden, dat maximaal 30% van je omzet kosten mogen zijn. Dan heb je een gezond bedrijf. En dat is mijn waarheid geworden en daar hou ik me altijd aan. Als ik noem maar even iets, hè. Als ik een half miljoen, dus 500.000 omzet heb, wil ik max 150.000 euro aan kosten hebben. Misschien een klein beetje meer, maar dat wil ik max. Anders voelt het gewoon niet goed. Wil ik meer investeren, moet ik zorgen dat ik meer omzet. Dat is mijn manier van denken. Ik wil je echt een kijkje geven in mijn manier van denken. Nogmaals, voor de 100ste keer, dit is niet goed of fout. Dit is niet zoals je het zou moeten doen. Maar op het moment dat je vastloopt, financieel, is dit wel echt eentje om eens over na te denken. En misschien heb je nu een vraag over iets. Want ik weet dat ik een keer samen zat met een klant tijdens een VIP-dag. En die zei, ja, maar Kim, een hele stomme vraag. Ja, maar waar koop jij dan je make-up en hoe? Ik zeg, bij de Kruidvat. En alleen maar als het een aanbieding is van 1 plus 1 gratis. Ik koop nooit iets dat niet in de aanbieding is. Ik kocht altijd alleen maar kleding bij de Zara en H&M. Nou, nu heb ik een samenwerking met Valerie van Chicloos. Dus ik kan me niet herinneren wanneer ik nog kleding heb gekocht. Schoenen idem dito. De laatste was, denk afgelopen winter. Een paar laarzen en that's it. Zie ik er altijd zo verschrikkelijk slecht uit? Vind ik niet. Ik ben oké met hoe ik eruit zie. Maar ik ga niet naar de schoonheidsspecialist. Ik laat niet mijn nagels doen. Ik heb niks met dure sieraden. Ik ben aan het bedenken, waar kun je allemaal geld? Gadget, zeg maar. Ook dat niet. Het is allemaal basic. Ook wat ik binnen mijn bedrijf doe. Niks speciaals. Gewoon een iPhone. Daar investeer ik in. Dat wil ik goed hebben. Laptop, telefoon. En vervolgens, hoppakee, geen dure microfoon. Helemaal niks. Geen dure apparatuur. Helemaal niks. Geen dure vakanties. Geen dure reizen. Niks. Niks, niks, niks. En trust me, als je echt zo gaat leven en je gaat het ook nog eens leuk vinden, want dat is het vooral echt. Dat het gewoon ook echt een is zijn vrienden en ik. En dat vind ik zo fijn aan ons, zeg maar. Ik bedoel, we hebben echt wel veel oneenigheden. We zijn verschillend. Dat valt er trouwens wel mee, maar we zijn wel heel verschillend. Maar over geld. En nu is hij nog wat, dat is wel zo. Hij is nog veel, hoe zal ik het noemen, conservatiever. Hij let daar in ieder geval nog veel meer op dan ik. Maar in de basis denken we hier hetzelfde over. En dit is zo fijn. Dat hij vandaag ook vanochtend zei van, ja Kim, ik heb hier een vakantiehuisje, 728. Zal ik hem boeken? Ik heb die man gemaild. Maar ik heb wel gezegd dat het eigenlijk best wel boven ons budget is. Ik zeg, nou, kijk maar of je er nog wat af kan krijgen. Geen idee of het gelukt is, volgens mij niet. Maar dat is oké. Maar menig ging zo denken, oh, dan koop je een week op vakantie. Fantastisch huisje, dichtbij zee. 750 meter van zee, in het hoogseizoen. Hè, 700, iets meer dan 700 euro of 750 euro. Wat een deal. En wij denken, is wel een dure vakantie. En daar is niks mis mee. Want ik heb evengoed een overvloed mindset. Want die vragen ga ik weer krijgen. Maar hoe, Kim, hoe zie je dat dan? In het kader van ja, en je moet al leven zoals als je hebt wat je wil hebben. Moet ik dan niet juist duur uit eten gaan? Moet ik dan niet juist dure vakanties boeken? Want ja, dat wil ik ook op het moment dat ik veel geld heb. Mag, maar ik zou er buikpijn van krijgen als ik dat geld uit ga geven dat ik niet heb. Het is maar net, hoe tik jij? Maar ik doe het dan niet goed op. Plus, ik ben ook nog eens een persoon. Hoe meer ik verdien, ik ga niet anders leven. Maar ook dat is weer persoonlijk. Voor mij zit daar niet het geluk in. Dus het is echt nadenken. Anders omgaan met je geld. Je gaat mij niet vertellen. Ik weet zeker als je nu luistert, je worstelt hiermee. Als ik met jou zou gaan zitten en we zouden echt al je uitgaven uitmappen. Ik zou zoveel voor je kunnen besparen. Je zou zoveel overhouden per maand. Dat je echt dacht, oh,
wow, daar gaat een hele wereld voor me open. En ik dacht dat het normaal was om op die manier te denken. Maar dat is gewoon omdat ik dus na de scheiding alleen maar dat heb meegekregen. Dat is hoe ik ben opgevoed. Ik dacht ook altijd dat iedereen minimaal 30.000 euro spaargeld had als mens. Maar dat blijkt ook niet zo te zijn. En ik heb zoveel gespaard dat ik na vier jaar ondernemerschap, 4,5 jaar was het volgens mij, zeg ik dat goed, heb ik al behoorlijk wat aan de kant gezet. Heb ik al behoorlijk wat geïnvesteerd in mezelf. Dat heb ik toen weggezet en daar heb ik toen een behoorlijke rente opgekregen. Dat heb ik voor 5 jaar vastgezet. En dat ging echt over tientallen duizenden euro. Ik hoef niet de specifieke bedragen te noemen, maar het gaat me puur om de mindset en de manier van denken, de manier van doen. Goed worden met geld. Van geld kun je meer geld maken. Zorg dat jij dat je geld overhoudt. Op wat voor manier dan ook, wat bij jou past. Wat ik ook heel lang heb gedaan, is heel veel verkocht op Marktplaats. Dat is ook eentje die ik echt kan aanraden. Heel veel verkopen op Marktplaats. Ik verkocht altijd kleding op Marktplaats. Nu duurt me dat te lang, gaat er te veel tijd in zitten. Dus dat is niet meer de beste besteding van mijn tijd. Dat doe ik nu niet meer. Maar dat was als student, was dat ook een heerlijk zakcentje. Oké, ik ga mijn rant afronden, want volgens mij is mijn boodschap duidelijk. En ik denk ook dat heel veel mensen hier wat van gaan vinden, zowel positief als negatief. Maar het is wat het is. Ik wilde dit gewoon delen, omdat ik kan niks met die zin van ik heb geen spaargeld. Dat bestaat gewoon niet. Oké, laat me weten wat je hiermee kan, wat je hiermee gaat doen. Maak een screenshot, deel het alsjeblieft, stuur me een DM. Dat zou ik echt superleuk vinden. En deel deze aflevering. Dank je wel en tot morgen. Doei doei!